Soms zien we vrijheid als gewoon lekker een beetje doen waar je zin in hebt. En dat is wat er misschien steeds meer aan de hand is in de samenleving. Dat mensen vooral aan zichzelf denken bij vrijheid. En ik ben benieuwd hoe dat binnen kaders past. En in jullie geval denk ik dan aan de kaders van het geloof. Maar het kan ook iets anders zijn. Helpt dat een beetje? Nou ja, binnen de Joodse context is het natuurlijk zo. Hè, want daar spreek je mij dan. Of jullie nodigen ons vanuit de religieuze achtergrond uit. Kijk, binnen de Joodse context is het vrijheidsbegrip wordt heel sterk gedefinieerd bij Pesach. Bij het feest van de uittocht uit de slavernij. Dus het hele beeld wat daar verteld wordt op die avond, de sederavond, de eerste avond van het Pesachfeest, is dat we daar met z'n allen om de tafel zitten en dat we in feite de beweging beschrijven van slavernij, gebondenheid, eigenlijk ook heidendom, een soort van de onderdrukking, naar stapje voor stapje die bevrijding. En die bevrijding kent heel veel stadia voordat je daar bent. Het verhaal voor degene, de religieuze onder ons. En dat zijn er dus nogal wat. Dus het verhaal is allemaal voor iedereen hier helemaal helder. Begrijp nou, jij zelf mij mag je verlichten. Ja. Maar dus die start in Egypte en dan het water wat splijt. Je kunt dan een discussie hebben of dat dan maar letterlijk of niet letterlijk plaats had. Dat is eigenlijk ook minder relevant. Ja, maar daar begint voor jou dat begrip. Ja, ik begrijp. De metafoor is natuurlijk dat je heel veel stadia door moet en een tocht door de woestijn notabene, waarbij de weg niet helder is, om uiteindelijk naar de bevrijding te komen. Dus vrijheid gaat dan dus ook over een zoektocht over van hoe kom ik weg van die slavernij en van die beperking, en wat is er voor nodig om die weg ook te lopen. En kun je vertellen hoe jij dat persoonlijk ervaart als je leeft? Dit verhaal of... Ja. Die tocht? Ja, ben je nog steeds in de zoektocht naar vrijheid? Ja, ik denk dat, weet je, ook in het Pesachverhaal beschrijft hij een periode van verleden naar het heden. Maar er zit altijd een soort van messianistische toekomst in. Altijd het idee van, ja, maar wacht even, we zijn wel op een punt van relatieve vrijheid. En of dat dan is, hoe geketend ben je in de samenleving, maar dat kan ook zijn in de beperkingen die je hebt als individu. Er is altijd nog een weg van verdere bevrijding. Ook in de openheid naar de ander. Ook in alle beperkingen die we zien in hoe kijken we naar de ander. Ja. De oordelen die we hebben direct. Het is een proces. Ja, dus ik bedoel, het is... En vandaar dat het uiteindelijk... Ik geloof, mijn kijk op Jodendom is ook vooral dat het een streving is. Dus dat je daarin die weg aan het gaan bent. Ja. Ik hoorde jou knikken en zeggen. Ja, ik herken heel veel natuurlijk. Want het is in die zin zo, de uittocht uit Egypte, niet geheel onbekend natuurlijk. De lijn van de Eerste Testament en het Tweede Testament, om het maar zo te zeggen. Waarin we de lijnen doorzien gaan naar waar ik dan zelf zie in Jezus. Waar ik van denk van wauw, hij staat daar echt wel te staan. En probeert ook de maatschappij echt wel te spiegelen. Op een bepaalde manier, op een Joodse manier zelfs, die ik wel confronterend en soms ook grappig vind, eerlijk gezegd. Dus de Joodse humor zit er zeker in. Dat is ook al bevrijdend op zich. Dus we hebben een god van humor. Ook al kunnen we dat soms bij elkaar niet altijd goed verdragen, eerlijk gezegd. En dat maakt het soms wat lastiger. Ja, leg dat eens uit. Nou ja, als ik nou kijk, je hebt het net sprak het over blasfemie en over cartoons en dergelijke. Hoe kijk je naar, durf je zelf te reflecteren naar je eigen godsdienst toe? Durf je daar kritisch op te zijn, ja of nee? Ik denk dat we dat als theologen zeg maar wel hebben geleerd om ook te kunnen kijken naar de schriften, naar onze eigen Joodse wortels, hè, want die hebben we echt, waar ik ook trots op ben en waar ik denk van wauw, om dat te onderzoeken en hoe het Jodendom zich ook al heeft ontworteld als nomade en uiteindelijk zeg maar een plek heeft gevonden in de maatschappij, maar nog steeds moet vechten voor een plek, dan denk ik wauw, hoe ga je nou eigenlijk je vrijheid bevechten? Doe je dat als individu? Doe je dat als samenleving? En ik denk juist dat Jezus in mijn beleving juist ook de samenleving juist oproept om te zeggen, oké, wacht even, halt, stop. Heb je naaste liefde als jezelf in die zin? Dat is best lastig al. Dat vinden we al heel moeilijk. En vooral als we mensen verschrikkelijk vinden of anders vinden of wat dan ook, vinden we dat nog veel lastiger. En dat vind ik ook als predikant. Maar toch wil ik dat wel aangaan. Juist het andere wat voor mij onbekend is, om dat juist te leren kennen. Asserine? Wat denk jij?
Ja, ik denk in de eerste instantie dat het een hele goede vraag is. Want we hebben het over bepaalde termen, bepaalde concepten. Die zijn niet tastbaar. We heel kunnen abstract. Ze niet zelf inderdaad gaan vragen wat dat precies betekent. Als ik zelf naar het concept vrijheid kijk, dan koppel ik dat aan een persoonlijke wil binnen de ethische kaders en moraliteit. Het kan natuurlijk per persoon verschillend zijn. Voor mij zijn die ethische kaders misschien net anders dan iemand anders. Dus ik koppel dat aan genot en niet zozeer aan wat jij als mens zou willen doen. Dus niet zozeer aan begeertes en lusten, om dat even in theologische termen te zeggen. Maar meer aan genot. Iemand die bijvoorbeeld een hoofddoek draagt en daar iets bij voelt of ervaart, dus daar ook daadwerkelijk van geniet, is wat mij betreft ook een vorm van vrijheid. De ander die dat niet zo ziet of die dat niet zo ervaart, kan dat juist als een vorm van onderdrukking beschouwen. Dus ik denk dat wij op verschillende manieren naar dit concept kunnen kijken, naar vrijheid. En voor mij is het zo lang we op een goede manier met elkaar kunnen leven en elkaar in eigen waarde kunnen laten. Dan hebben wij als gemeenschap, als collectief, de juiste betekenis gegeven aan de term vrijheid. Ja, en je zegt het wel mooi, hè? Als gemeenschap. Jullie zitten hier nu eigenlijk als drie geloofsleiders van verschillende geloven. Maar hebben jullie ook een soort gevoel van onderlinge verbondenheid? Hoe bedoel je dat, zeg maar, dat met elkaar? Ja. Ik denk het wel. Tenminste, zo ervaar ik het zelf als het ware hier in Amsterdam. Waarin we met onder andere, ik noem het maar even, onze islamitische broeders en onze Joodse broeders juist zeg maar een basis zien voor elkaar. We zien de overlappende verhalen. Daarin kunnen we het absoluut in terugvinden. Het is natuurlijk ook niet gemakkelijk, hè? We kunnen het heel erg mooi harmoniseren. Maar dat is het natuurlijk ook niet altijd. Ik bedoel, je moet ook wel de vrijheid met elkaar bevechten. En soms moet je met elkaar de barricades op. Ik bedoel, op Eiburg was het ook niet altijd even gemakkelijk om samen op te trekken. En dan schuurt het ook. Kun je daar iets meer over vertellen, Eiburg? Nou ja, zeker. We hebben onder andere op Eiburg, toen ik als predikant daar was, hebben wij zelf als homoseksueel predikant, is natuurlijk vrij lastig. Dus dan moet je ook al je vrijheid bevechten in je eigen christendom, zeg maar. Hè? Want iedereen staat daarachter. En dan moet je ook nog met mensen waar je door, met andere religies waar je ook te maken mee hebt, hoe kijken die daarnaar? En je hebt ook te maken met hangjongeren die dan weer gerelateerd worden aan een bepaalde religie, waarvan ik niet denk dat het daar de oorzaak ligt. Maar wel zie je dat dat wel een soort dat schuurt. Met stuurt. Ja, schuurt. Ja. Ja. Ja, jij moest lachen, Joram. Wat dacht je? Nee, ik vind het mooi hoe hij het vertelt. Dus daar zat ik, daar genoot ik een beetje van. Ja, je stelt de vraag van of er een vorm van verbinding. Ja, je hebt natuurlijk wel een vergelijkbare rol in de samenleving. En er zijn natuurlijk mensen, en ik denk dat, weet je, we hebben elkaar niet eerder, ik heb hun niet eerder ontmoet, maar je kan je zo voorstellen, komen mensen naar je toe en die komen naar je toe met levensvragen, vragen in de cyclus van het leven, de zorg, ja, de rol geestelijk verzorger. Je bent niet alleen geestelijk leider, maar je bent daarnaast ook geestelijk verzorger. Dat doe ik ook bij de krijgsmacht. En daar heb ik ook heel veel collega's van allerlei verschillende levensbeschouwingen. En overigens doet daar ook het humanistisch raadslieden mee. Hè? Ik heb toen we uitgenodigd werden voor dit gesprek, ja, die lege stoel, laat ik er daar maar even aan naar verwijzen, heb ik ook aangegeven wat betekent het eigenlijk dat je beperkt tot de klassieke institutionele religies, in plaats van zingeving op een moderne manier te gaan zien. Het is eigenlijk zitten we nog bijna net naast de verzuiling in de balie, zou ik maar zeggen. En dat verraste me vanuit het idee dat de balie ook een modern centrum is. En denk, ja, goh, ik weet, bij Defensie zitten we met imams, predikanten, amoezeniers, rabbijnen, boeddhisten zijn er, maar ook humanistisch raadslieden. Omdat je zegt, wacht even, waar gaat het hier om? Het gaat over het feit dat er een zingevingskader is waar je aan gebonden weet. Er gaat ethiek is waar jij het ook over had. En daar speelt voor de ene God een rol. Maar de God binnen de Joodse context heeft echt wel een ander perspectief. Ik zeg altijd bij mensen die mij die vraag stellen, binnen het Jodendom is de geloofsvraag veel minder prominent aanwezig dan bijvoorbeeld in het algemeen in het christendom. Dus ik zou zeggen, weet je, dat die stoel is voor die andere
zingevingsorganisaties. Oké, de Bali is conservatief. Ja. Nou, behoorlijk. Ja. Noted. Dank, we gaan er iets mee doen. Ik moest even denken, jij zei net namelijk, toen we het nog even hadden over wat vrijheid betekent, zei je ook, we moeten ook ons plekje een beetje bevechten. Ja. Bedoel je dat ook als gelovige in zo'n grote stad als Amsterdam, waar heel veel atheïsten ook zijn, heel veel mensen met allemaal verschillende ideeën over het leven. En heb je het gevoel dat gelovigen soms een beetje ondergesneeuwd worden? Nou ja, ondergesneeuwd in die zin, het lijkt bijna een exotisch soort te worden eigenlijk in die zin. Dat je denkt van je bent gelovig en je bent islamitisch, je bent whatever, noem het, geeft een kleur. Dus ja, soms moet je wel uitleggen. En lijkt het bijna dat je moet gaan uitleggen waarom dat je gelooft, waarom dat je iets voor de voedselbank doet of iets dergelijks. Ik weet dat ik met onze moskee op Eiburg onder andere daar ook over na heb gedacht, van hoe gaan we naar buiten toe treden met elkaar. We doen 4 mei herdenkingen doen we gezamenlijk, wat ik echt heel erg tof vind. Mooi woord trouwens, hè? Tof hier, gevaarlijk foto. Beter best. Zo kom je het wel eigenlijk wel tot elkaar. Maar dat moet je wel bevechten. En dan moet je wel soms over die schuringen die er zijn onderling, ook dat wel bespreekbaar maken. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Want we schuiven het heel makkelijk heel Nederlands onder tafel. En dan denk ik, nou, het mag ook best wel, het debat mag plaatsvinden, om het maar zo te zeggen. En dan daaruit met elkaar verder komen. En bedoel je dan ook het debat met de ongelovige Amsterdammers? Jazeker, want die zitten vaak met vooral de ouders, de jongeren niet meer. Hoor. De jongeren hebben helemaal niet meer dat christendom, de wetten en noem maar op. En oh jee, daar moet ik me aan houden of hebben een negatieve connotatie. De jongeren staan juist heel open voor geloven en voor religie. Die hebben helemaal niet zoiets van, dat is heel eng. Nee. Nee. En jij zit in Rotterdam? Ja. Is dat vergelijkbaar? Ja, het is toch een beetje helemaal een Rotterdammer. Ik kom in verschillende steden, ook in Amsterdam. En ik denk dat het heel goed gaat. Vaak focussen we natuurlijk op bepaalde incidenten die dan plaatsvinden. Of wat we in de media zien of horen. Of wat er in het politieke debat wordt besproken. Maar als je naar de Albert Heijn gaat, naar de Aldi, de Lidl, als je in de trein of metro stapt, dan zie je dat iedereen eigenlijk wel in harmonie met elkaar leeft. Dus dat zou denk ik wel de basis moeten zijn. Met de meerderheid, sterker nog met de overgrote meerderheid van de samenleving, gaat het heel goed. We kunnen al met elkaar samenleven. We bouwen samen het onderwijs op en allerlei instituties die noodzakelijk zijn in de samenleving. Dus op het moment dat we te veel focussen op de afwijkingen, als ik het zo mag zeggen, of de uitzonderingen, dan beperken we onszelf, denk ik. Ook als het gaat over natuurlijk vrijheid. Dan ben je ook niet meer vrij, want dan ben je geketend aan bepaalde stigma's of bepaalde zaken die in de samenleving spelen. Dat neemt natuurlijk niet wel dat er bepaalde uitdagingen zijn die ook besproken dienen te worden. Wat zijn dan bijvoorbeeld die uitdagingen? Nou ja, als ik als gelovige naar het debat bijvoorbeeld kijk, dan merk ik heel vaak dat er vanuit een seculier perspectief het gesprek wordt gestart. Dus er wordt een bepaalde norm neergelegd. Ja, dat is vaak seculier of liberaal. En het geloof wordt altijd als de ander of iets wat anders is, als de afwijking, zeg maar, terwijl dat niet het geval is. Geloof is altijd de norm geweest. De laatste tijd is dat natuurlijk wel veranderd, maar we kunnen nog steeds zeggen dat wij evenveel rechten hebben, ook evenveel zeggenschap hebben als alle anderen die misschien op een andere manier geloven. Ik noem ze persoonlijk geen ongelovigen, maar iedereen gelooft wel in iets. Sommigen geloven in niets, maar dat is ook een geloof.